Camperswaansport is groeiende. We hebben maar liefst 500 ligplaatsen die inmiddels allemaal bezet zijn. En een werkplaats die extreem goed bezet is. We verkopen als nooit tevoren. Natuurlijk betekent dat dat we handen nodig hebben om al die boten klaar te maken en om alles in goede banen te leiden. En we weten allemaal dat de arbeidsmarkt krap is. Wij zijn zoekende en dat betekent dat ik graag in dit filmpje uitleg dat wij gewoon het leukste bedrijf zijn om voor te werken. Het is een leuke branche. En ik denk dat de reden dat we een aantal mensen hebben die 10, 20, 30 en eentje zelf meer dan 45 jaar bij ons zijn, dat die redenen te maken hebben met het feit dat we een hele leuke sfeer hebben. Maar ook dat dingen gewoon goed geregeld zijn. Ik hou erg van netjes, opgeruimd. Daarnaast hebben we een aantal voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken. Dus er zijn er altijd mogelijkheden om te varen, ook in privé-tijd. We hebben een camperseiland, we hebben een leuke vrijdagmiddagborrel. Echt wel dingen die het werken bij Campers Watersport leuk maken. Als ik nou een sollicitatiegesprek heb, dan zit ik hier achter mijn bureau en er zit aan de andere kant iemand die graag bij Campers Watersport wil werken. En om nou te laten zien wat voor bedrijven dan zijn, neem ik mensen graag even mee om het kijkje in de keuken te geven. En dat wil ik dan bij deze ook doen, dus ik doe even een korte rondleiding. Aan deze kant hebben we het kantoor van de verkopers. Dat zijn er ongeveer 3. Aan die kant hebben we eigenlijk het kantoor voor degene die de receptie en de administratie bemannen. Hier nog het kantoor van mijn vader, inmiddels 83, grondlegger van het bedrijf, ziet het nog steeds als zijn baby. En aan die kant, ook belangrijk, de vrijdagmiddagborrel of bar, waar we graag wat drinken om de week uit te luiden. En ook bijvoorbeeld de doop van een nieuwe boot voor een klant vieren. Deze kant de showroom. Daar staan 3 merken nieuwe boten. Die is op het moment leger dan we graag willen zien, maar dat komt vooral omdat we heel goed verkopen. En dan zijn we hier aanbeland bij de werkplaats waar het echte werk gebeurt. Er zijn op het moment veel boten, er gebeurt ook veel. Een prachtige nieuwe actiepart die we aan het klaarmaken zijn. Een boot die we aan het refitten zijn. We doen staal, polyester, hout, aluminium, noem het maar op. Alle voorkomende werkzaamheden. In een prachtige werkplaats, vloerverwarming. Ook hier, dingen zijn goed geregeld. Een fijne plek om te werken lijkt me. En hier dan de botenlift. Hier gaan jaarlijks honderden boten in en uit het water. Nu gebeurt er veel, we zijn volop bezig met de winterstalling. Een winterstallingsloods, 100 meter lange flinke loods. Dus dit is ook een belangrijk gedeelte van het bedrijf. Kantoor van de service manager, die runt de werkplaats. De fijnmonteurswerkplaats, hier doen we onderhoud aan staartstukken, keerkoppelingen, etc. Daar is nog een houtafdeling. Dit is eigenlijk een kleine balie waar mensen terecht kunnen voor onderdelen en accessoires. Boven ons zitten nog 2 lagen magazijn met tienduizenden artikelen. Onze waterloods. Op het moment ligt het middenstuk vol voor de winterstalling. Zomers is dat vrij. Kunnen mensen hier vandaan heel makkelijk en op een luxe manier varen. Je komt aan, je start, je drukt op een knop, een grote deur gaat open. En je vaart de zogenaamde bootgarage uit. Een geweldige plek die we ook vaak gebruiken voor verkoop. En natuurlijk de jachthaven. Nogmaals, 500 ligplaatsen. Alles goed geregeld. De laatste 10 jaar zijn alle stijgers vervangen. Die zijn van topkwaliteit. Overal goede voorzieningen. Stroom, water, gratis wifi via glasvezel. Allemaal goed geregeld en keurig op orde.
Heb je nou naar aanleiding van deze video zoiets van, nou, dat lijkt me inderdaad een leuk bedrijf om te werken? Laat ons dat dan weten. Kom langs, ik ben er vaak in het weekend. Je mag natuurlijk ook e-mailen, bellen. Maar je bent in ieder geval van harte welkom. En kijk even bij ons op de website voor de actuele vacatures. www.camperswatersport.nl. Ik hoor graag. Tot ziens.